De ondervoorzitter van de Nationale Assemblée, Deo Charman, is onderscheiden met de Prausi Bharatiya Saman Award 2023. De hoogste Indiase onderscheiding die wordt toegekend aan een niet-ingezetene van Indiase origine. Deze award kreeg Charman uit handen van de Indiase premier Draupadi Murmu bij de afsluiting van de Prausi Bharatiya Divas Conventie in Indore. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken noemt deze erkenning een eer voor Charman, die de onderscheiding heeft ontvangen vanwege zijn werk als politicus. Ramdien spreekt van een erkenning voor de bijdrage die Suriname levert. Samen met Charman hebben nog 26 personen van diverse landen deze onderscheiding ontvangen. De genomineerden voor de Prausi Bharatiya Saman Awards worden zorgvuldig geselecteerd door een deskundige jury. De prijswinnaars worden unaniem gekozen, waarbij ook hun verdiensten als Indiase diaspora worden bekendgemaakt. Suriname is eerder in aanmerking gekomen voor de award. President Santokki ontving de prijs in november 2021.